Welkom bij De Technoloog. 218. Hoi, welkom, Ben. Hoi. Fijn dat we er weer zijn. En welkom, Tijmen Blankenvoort. Ja, super leuk om weer te zijn. Zeker weten. We gaan het weer eens een keer hebben over kunstmatige intelligentie. En de aanleiding die is eigenlijk tweeledig. Ik kwam een stuk tegen van onderzoekers. Even kijken waar ook weer. Max Planck Instituut. Het Center for Humans and Machines. Centrum voor mensen en machines. Die hadden onderzocht of de kunstmatige intelligentie ons ook ooit kan gaan overheersen. En de uitkomst vond ik zo leuk. Het was namelijk niet ja of nee. Dat is veel te makkelijk. De uitkomst was, dat is een niet uitrekenbaar probleem. Ja, zeker. En dat vond ik wel heel leuk. Je kunt dat niet weten. Ze hebben dus niet dat ze zeggen, we weten het niet, nee. Je kunt het niet weten. Ja. Nou, dat is leuk om over te hebben. Ja. En verder was er weer een nieuwe vorm van kunstmatige intelligentie. En die heet, ik weet niet of ik het goed uitspreek, DALL-E. DALL-E. Ja, zowel van Wall-E, weet je, de robot. En, ja, en DALL-E, Salvador DALL-E, de schilder. Ah, op die manier. Oké, okay, ja, nou precies, want DALL-E tekent. En je kunt die opdracht geven. Wat heb ik hier bijvoorbeeld? Maak een extreme close-up van een capybara in een weiland. Capybara, dat is zo'n knaagdier zo groot als een hond. Hè? Prachtige beesten zijn dat. Ja. En ja, wat dat ding dan fantaseert, dat is ongelooflijk. Dan tekent hij dat voor je. Dus je vraagt gewoon, teken dit. En dan tekent hij voor je wat je wil zien. Maar dit is nog betrekkelijk eenvoudig. Oké, dat beest, zal hij een beeld van hebben. Close-up, als hij weet wat dat is. En een weiland is ook niet zo moeilijk. Maar dan kwam ik bijvoorbeeld dingen tegen van, nou ja, iets met een landschap met een boerderij bij zonsondergang. Het mooie daarvan vond ik dat hij wel de belichting had van een zonsondergang, strijklicht en zo, maar de zon zelf zie je helemaal niet. Vond hij blijkbaar niet nodig. Ja. Kunstmatige intelligentie, DALL-E, weet dat je die zon niet hoeft te zien om een plaatje te hebben van een zonsondergang. Ja, echt geweldig. Echt weer een nieuwe stap in de AI, vind ik dit. Ja. Daar gaan we het echt uitbundig over hebben. En een glas in loodraam van een blauwe aardbei. Ja. Nou ja, ik bedoel dat met een geloofwaardig resultaat. En als je erop googelt, dan vind je er geen voorbeelden van. Ja, nu wel, omdat die dus door het algoritme gemaakt zijn. Maar hiervoor bestond het niet. Dus inderdaad, hij tekent ook dingen die dus nog niet nooit bestaan hebben. Ja. Geweldig. Ja. En je had een hele hoop vragen ook rondom kunstmatige intelligentie. Ja, nou ja, de eerste waar we mee begonnen. Of het nou, weet je, als een super AI hebben we dan een dystopia of een utopia. En wat jij zegt, het antwoord weten ze niet. Maar ik zie wel een trend. Want je was natuurlijk bij de tweede aflevering. En toen zei je het IQ van AI is 1. Wat was het? 0. Nul zelfs. Ja. En kijk, ik zie wel een trend de laatste 4 jaar. Dat het was even een trend van het is niet slimmer genoeg. En toen van dit wordt dystopia. Dit gaat helemaal mis. Maar de laatste jaar ongeveer is de trend in de AI communities, voor zover ik hem volg, heel erg van joh, het gaat ons helpen. Ja. En general AI en super AI is zo ver weg en zo lastig. Ze gaan ons echt niet overheersen. Klopt mijn bevindingen of niet? Ik denk het wel. Kijk, ik heb ooit toen gezegd, het IQ van AI is 0. Hè? Ja. En dat vind ik nu ook nog steeds, maar wel met een sterretje erbij. En dat sterretje gaat het zo ook over hebben in die context van DALL-E en wat dat algoritme eigenlijk doet. Want dat algoritme heeft zelfs een IQ-testje gedaan. En die scoort toch een paar punten op een IQ-test. Dus dat ik zeg 0, dat is niet meer geloofwaardig. dus het is toch hangt ook van die IQ-test natuurlijk af. Hangt af van die IQ-test. Hè? Er zitten allemaal haakjes in ogen aan. Maar hè, dat er compleet geen intelligentie in zit, dat kan ik eigenlijk niet meer zeggen. Maar inderdaad, wat je ziet in de artificial intelligence community, en dat is eigenlijk wat we altijd hebben gevonden, is dat die AI-algoritmes die we nu maken, zit eigenlijk geen general intelligence in. Die zijn nog steeds heel narrow. Die kunnen nog steeds bepaalde taken alleen maar doen. Er zit niks generals in. Ja. Maar toch, toch zijn dingen veel sneller gegaan dan wat ik dacht. Exponentieel. Nou ja, dat zeg ik met een dat vind ik een wiskundig beladen term. Maar dingen misschien wel sneller dan dat. Maar ga verder. Maar vergeleken met de tweede aflevering waar we in zaten, zijn dingen veel sneller gegaan dan dat ik dacht. En ik zie ook een veel duidelijker pad naar general intelligence nu langzaam aan het opkomen. Graaf. En dat vind ik net wat. Het is net wat duidelijker voor mij nu dan dat het toen de tijd was. Het gaat nog steeds wel even duren, maar veel sneller, denk ik, dan dat ik misschien eerst had voorzien. Oké, vertel dan even hoe het was en hoe die versnelling is ontstaan. Dus ja, 4 jaar geleden.
Ja, vier jaar geleden was eigenlijk ook nog steeds een beetje de opkomst van de grote deep learning neurale netwerken. Toch? Dus toen zei ik al van, we kunnen dus beeldherkenning kunnen we gaan doen en dat soort dingen. En dat, maar bijvoorbeeld spelletjes, zoals complexe computergames als Dota en StarCraft. Daarvan dacht ik van, nou, dat gaat niet gebeuren. En waarom dacht ik dat? Omdat je daar dus best wel een sterke redeneringsvermogen voor nodig hebt. Best wel een goede creativiteit van het uitvogelen van nieuwe strategieën. En je moet best wel een goed begrip hebben op een conceptueel niveau van hoe ze een spelletje in elkaar zetten om dat spelletje te kunnen spelen. Dus je kan niet meer zoals bijvoorbeeld bij schaken. Je kan niet heel makkelijk gewoon alle vervolgstappen uitrekenen. Daar een beetje AI op gooien, dan wordt het slimmer. Zo die spellen als Dota en zo zijn heel complex. Die ruimtes waar je beweegt zijn volledig continu. Je kan niet maar zomaar de zetjes bij elkaar optellen en dan kom je ergens. Ja. Maar toch. Schaken is discreet, zoals dat heet. Hè? Ja, het is discreet. Ja, discreet versus continu. Na jou kwamen AlphaGo en daarna AlphaZero, hè? Yes, klopt. Dat was daarna. Ja, en ook de StarCraft-algoritmes en dat soort dingen. En ik van AlphaGo dacht ik van, ja, dat is op te lossen. Dat is binnen bereik. Vertel even voor de mensen nog even AlphaGo wat het principe is. Ja, het principe van AlphaGo is eigenlijk dat je het spelletje Go, wat eigenlijk een soort van schaken is, maar dan met steentjes die je op een bord legt. Hè? En dan moet je elkaar ontzillen. Discreet, maar veel ingewikkelder. Veel ingewikkelder, want je hebt veel meer verschillende bordposities die mogelijk zijn. Dus dat moet uitrekenen van die bordposities, wat eigenlijk zo'n AI vroeger deed, dat is een stuk moeilijker. En wat die AlphaGo dan eigenlijk heeft gedaan, is gezegd van, look, in plaats van dat we naar alle bordposities gaan uit gaan rekenen of de huidige staat, wat we gaan doen is een evaluatie aan elke bordpositie hangen. Dus net zoals een mens doet, je kijkt naar een bord en dan kan je zeggen van, wit staat voor of zwart staat voor, bijvoorbeeld. Nou, op het moment dat je dat kan, en dat kan je heel goed, dan kan je eigenlijk dat spelletje ook beter spelen. Want in plaats van dat je alle bordposities op gaat zoeken, je hoeft alleen maar de bordposities te bekijken die bijvoorbeeld een mens zou spelen of die waardevol voor jou zijn. En hoe beter jij dat kan voorspellen, hoe sneller je kan zoeken door die ruimte heen en dus hoe slimmer dat algoritme wordt. Dus hij pakt gewoon heel veel bordposities. Hij kijkt dan heel veel bordposities en leert dan, is het een winnende positie of een verliezende positie? Ja. Dat is wat hij doet. Ja. Dan moet je wel van elke positie het vervolg kennen. Ja, precies. Of alle vervolgen. Ja. Dus het is echt brute force. Nou ja, het is niet brute force, want wat hij eigenlijk doet is net zoals een mens. Kijk, een schaakspeler die kan een schaakbord kijken en die kan zeggen wit staat voor. Ja. Daarbij gaat die schaakspeler niet alle bordposities uitrekenen. Nee. Wat hij doet, hij kijkt ernaar en zegt dit is goed, dit is niet goed. Een mens kan dat. Kan de AI dat ook? De AI doet dus letterlijk dat. Ja, geef hem een bordpositie en hij geeft er een waarde aan. Maar op basis waarvan? Weet je, de schaker gebruikt daarbij zijn ervaring. Ja. Wat ook een vorm is van heel veel data in zijn kop. Van alle dingen die hij in het verleden gezien heeft. Ja. Dat doet de AI ook. Ja, in de zekere zin met AlphaGo begonnen ze eigenlijk dat te doen op basis van bordposities die mensen hebben gespeeld. En dus die computers hebben uitgerekend van dit is winnend of dit is verliezend. Ja. En het vervolg erop, AlphaZero, die heeft eigenlijk gewoon miljarden keren zichzelf gespeeld. Oh ja. En aan de hand van dat zelf met jezelf spelen, dat bedoel ik niet op een vreemde manier. Maar aan de hand van zo'n bordspelpje met jezelf spelen. Ja. En dan worden dus die AI-algoritmes steeds slimmer naarmate ze van zichzelf leren en van de andere personen leren. Dus de andere robotspelers. Dus je maakt eigenlijk een grote competitie van 100 robotspelers. Die laat je tegen elkaar spelen en langzamerhand worden ze slimmer. En binnen 2 weken hebben ze dan een AI-algoritme gemaakt, wat dus eigenlijk slimmer is dan dat mensen überhaupt in Go ooit kunnen zijn. Ja, ik denk aflevering 50 of zo ging over Zero. Ongeveer zeg maar van de technologen zijn we daar diep op ingegaan met Axe Plaat van Leiden. Ja, super. Ja. Oké, had je toen al, toen AlphaZero kwam, van hey, dit is, nu gaat het meer naar general, omdat het niet alleen Go was, maar ook schaak en dat Shinjuku van dat Japanse spel? De Shogi. het Japanse schaak inderdaad. Nog niet echt, want dat vond ik echt nog van, ja, dat kan wel. Maar waar het dus echt voor mij hard ging, is op het moment dat we dus echt naar die complexere spellen toe gingen, waar je dus niet zo makkelijk die borden meer bij elkaar op kan tellen. Want de hoeveelheid mogelijkheden van zetten in een AlphaGo, dat kan ik nog tellen. Je kan namelijk nog tellen van, hey, als ik nou 20 diep ga in mijn spelletje, dit zijn dan de hoeveelheid zetten die je kan zetten. Dat is vrij discreet, dat is vrij makkelijk. En sterker nog, je hoeft ook niks te simuleren, want je kan gewoon dat bordpositie kan je opslaan en je kan die zetten echt daadwerkelijk doen. Ja, dat is heel makkelijk. In zo'n computergame, dat is heel complex om dat ook goed te simuleren en te draaien en de vervolgstappen. De hoeveelheid mogelijke posities daar zijn zoveel malen groter dan in zo'n bordspel als Shogi of als schaken. Ik had gedacht, dat kon niet. Maar als je gewoon genoeg data er tegenaan knalt, kan het. Het was een minder grote PR-machine. Want ik heb het op de Verge, had je wel eens artikelen, maar heel klein werd dat gehouden. Ja, dat komt eigenlijk omdat het dus niet door Google is ontwikkeld, maar door OpenAI. En die hebben toch blijkbaar een slechte PR-engine of slechter bereik in Nederland. Ja. Het is heel klein gehouden, maar voor mij veel significanter dat dat mogelijk is.
Ja. Oké, okay, maar OpenAI, dat is die samenwerking tussen heel veel partijen. Die... Ja, zo'n samenwerking tussen heel veel partijen waar Elon Musk ooit bij betrokken was, zeg maar, ja, als investeerder. En die heeft op een gegeven moment doet hij daar niks meer mee. Maar er zijn gewoon heel veel soort van non-profit instellingen eigenlijk om AI mogelijk te maken. Ja. En die zitten dus ook achter alle DALL-E-machines en zo. Dus die algoritmes en GPT-3, dat is allemaal OpenAI. Dat is wel precies OpenAI, maar dat is dus ook open source, hè? Dat is allemaal publiek domein, of niet? Ja en nee. Dus bijvoorbeeld die GPT-3 modellen, die hebben ze niet publiekelijk toegankelijk gemaakt. En hetzelfde met de DALL-E-algoritme waar we het over gaan hebben. Want dat was gevaarlijk. Ja, dat vinden ze eng. Ja, ja, dat is een heel andere discussie. Dat maakt het te goede teksten. Och, ja, dat klopt ook. Daar gaan we het ook over hebben, want dat is een onderdeel van die DALL-E-machine. Ja, het gevaar was dat je niet meer zou weten wat door een robot is gemaakt en wat niet. Dat, ja, als ik precies. Ja, qua tekst. En natuurlijk, dan kan je dus betere spam maken of mensen sneller scammen of zo met social hacking. Ja, ja. Ja, ja. Dus OpenAI, grote partijen hebben allemaal een paar honderd miljoen erin gestopt. Dat trekt de beste onderzoekers aan. Yes. En die zijn aan het spelen. Nou, ja, het trekt hele goede onderzoekers aan. Ik wil niet zeggen dat daar de beste onderzoekers zitten. Jij zit hier, niet daar. Dus ja, precies. Nee, inderdaad. Dus nee, maar die trekken inderdaad goede onderzoekers aan. En hun filosofie is eigenlijk dat als je maar genoeg rekenkrachten tegenaan knalt en genoeg data leert, dat je dan general AI krijgt. Dat is eigenlijk een beetje hun filosofie. Dus compute power en veel data. En dan goede algoritmes. Oh, precies. Ja, dus dat is de derde. Yes, precies. En worden die algoritmes al een stuk beter of... Ja, heel veel beter. Die 4 jaar, ja? Ja, ja. En kan je dat duidelijk maken? Ja, ik kan het wel een beetje kwantificeren aan de hand van bijvoorbeeld bepaalde taken waar je zoiets op laat draaien. Bijvoorbeeld beeldherkenning of zo. Dan weet je, hè, die algoritmes worden steeds accurater. Toen je 4 jaar geleden zat, waren die algoritmes op een dataset als ImageNet, kwamen misschien op, let's say, 75% accuratesse. We hebben nu algoritmes die eigenlijk al de 90% aanraken. Mm-hmm. Dus daar zie je al verbeteringsstappen in. Ja. Je ziet dus de taken waar je nu AI toe kan passen. Van protein folding in de wetenschap, tussen dat AI nu toegepast wordt in natuurkunde settings om natuurkunde te simuleren. Er zitten heel veel grote nieuwe toepassingen in. Die dus ook komen dus door de verbetering die algoritmes. De protein folding, dat is welke vorm nemen eiwitten aan? Hè? Als je weet hoe ze in elkaar zitten, precies, op wat voor manier. Ja, en dan kun je dus nieuwe medicijnen ontwikkelen en zo. Ja. En je ziet dus AI eigenlijk nu overal in terugkomen in het onderzoek en ook in ons dagelijks leven. En dat komt dus mede door die verbeteringen. Maar bijvoorbeeld zo'n taalmodel als GPT-3, wat dus eigenlijk dus nieuwe tekst kan maken. En dat is nu mogelijk door nieuwe technologie. Bijvoorbeeld wat daar heel cruciaal is. Algoritme, compute power of data? Het is alle drie. Een combi. Ja. Wat is de laatste? Want ik vind compute power, dat vind ik meer een limiteurwet van Moore enzovoort. Ja, is het einde of niet? ASML moet betere machines bouwen. Nou, noem allemaal maar op. Ja, ja. Die vind ik, dat is meer beperkend dan, denk ik, algoritme. Want dat is intelligentie van een mens. En algoritme kan straks ook worden gemaakt, hoop ik. Of het gebeurt al door een computer. Dat die, weet je, dat die meedenkt. En data, ja, dat is best wel onbeperkt. Want zelfs een kunstmatige intelligentie kan weer data genereren. Alpha Zero maakt dus zijn eigen data. Daarom, dus je maakt je eigen data. Dus dat is onbeperkt. Ja. Kun je daar iets over vertellen over de limiter en waar ongekende mogelijkheden liggen? Er zijn eigenlijk twee dingen die in de technologie zijn ontwikkeld. Die dus nu eigenlijk voor een nog best wel grote boost hebben gezorgd in veel van die modellen. De laatste jaar of laatste 2 jaar? De laatste 2-3 jaar, zeg maar. Ja, dat vind ik belangrijk. Want natuurlijk de boost was natuurlijk ook toen deep learning kwam in 2014, toen er ook algoritme enzovoort. Ja, en de technologieën die we nu aan het ontwikkelen zijn, die komen nog een stukje bovenop dat deep learning. Ja, die enhancen dat. Ja. En ik denk eigenlijk dat wat je zei over data is deels waar. Maar dat komt omdat we vroeger eigenlijk de algoritmes vaak maakten met labeled data. Dat je dus voor elk plaatje zei, dit is een hond, dit is een kat, dit is een plant. Dat je dat erbij moest zeggen. Mm-hmm. Maar wat je dus ziet bij die nieuwe algoritmes, dus die GPT-3's en die DALL-E's, die leren van alle data. En er hoeft geen persoon meer bij te komen kijken om er een label aan te geven. Die geven ze letterlijk het hele internet aan tekst. En dan gaat hij er zelf verbanden uitzoeken. Wow. En dat is briljant. Dus we kunnen dus nu veel beter unsupervised learning doen. De data is nog steeds heel belangrijk. Ik heb er heel veel van nodig. Maar we kunnen nu leren van random data, alle data. In plaats van iemand moet er gaan zitten in een sweatshop in India of zo om labeltjes te geven aan een plaatje. Dat doen we niet meer. Ik wil wel eens een keertje een voorstelling krijgen van Hoe dat draait in de werkelijke wereld. Met andere woorden, op wat voor hardware draait dat bijvoorbeeld? Oh, mag ik dit heel even stoppen? Ja, dat is goed. Je moet hem onthouden, want je triggert me verschrikkelijk. Wij hebben hier... Leuk, want dit is echt gaaf. Want een podcast, ik weet het niet, 100. Er was iemand van Tom hier. Ja. En dat ging over het labelen van data. Dat vond ik zo mooi. En hij zei Facebook, Google, Tom gaan winnen. Want Facebook, Google, Apple, die hebben allemaal
10.000 mensen in India die zijn de hele dag aan het labelen. Ja, ja, ja. Dat is dus nu voorbij. Nou ja, het is niet helemaal voorbij, want sommige taken hebben nog steeds labels nodig. Maar inderdaad, wat je nu eigenlijk ziet, is dat heel veel van de modellen gepretrained worden op hele grote datasets zonder label. Dus die kunnen we van tevoren leren. Dan haalt hij er al heel veel context en structuur en concepten en dingen, die haalt hij uit die data. En dan moet je nog een klein beetje fine-tune om het model goed te maken. Dus bijvoorbeeld die GPT-3. Als je daar met een klein beetje energie het model fine-tuned op een nieuwe taak, bijvoorbeeld het herkennen van sentiment in een tekst of zo, dan doet hij dat eigenlijk al beter dan de modellen die we voorheen trainen, die specifiek waren gemaakt voor het trainen op, wow, op sentiment. Dus inderdaad, die grote hoeveelheden data, hoe beter deze technologie gaat worden, hoe minder je dat nodig gaat hebben. En dat moet ik zo zien. We komen zo op de hardware waar het op draait. Ja. Dus even Wikipedia voor mij begrip. We douwen dat helemaal in en dan zoekt hij bijvoorbeeld een landschap, groen landschap. En dan maakt hij daar. Dus ja. Dan kijkt hij dan over de hele wereld alle data met landschap of een berg. Dat zoekt hij op. En misschien is het wel leuk om, als je eerst even de hardware ingaat, is het misschien leuk om even uit te leggen hoe zo'n GPT-algoritme en zo'n DALL-E-algoritme eigenlijk werkt. Ja. Dus hoe wordt het getraind en kunnen we dat simpel uitleggen? Dus dat lijkt me leuk. Een PC'tje en ik installeer GPT-3. Ja. Maar mijn hardware, misschien dat eerst even. Ja, het is nog steeds allemaal GPU's. Degene die 10 jaar geleden Nvidia hebben geïnvesteerd, hebben er heel veel geld aan verdiend. Grafische kaarten. Ja, en grafische kaarten is namelijk heel erg goed in het doen van matrixvermenigvuldigingen. En wij doen hele grote matrixvermenigvuldigingen in de AI. Dus elk algoritme bestaat uit gewoon een hele hoop matrixvermenigvuldiging op elkaar met een paar bepaalde non-linearity functies tussen. Technische details, maakt niet uit. Maar dat GPT-3... Ja. Op wat voor apparaat moet ik me daarbij voorstellen? Hoeveel duizenden GPU's. Okay. Duizenden. Dus echt. Mensen hebben daar honderden miljoenen euro's in gestoken om één algoritme te trainen. Hardware die je niet direct in je huiskamer tegenkomt. Nou ja, één zo'n GPU-kaart kan je gewoon kopen. Dat is geen probleem. Dat begrijp ik, maar duizenden is wat lastig. Maar duizenden, dat kan je niet zo makkelijk in je huiskamer stoppen. Nog afgezien van hoe je ze allemaal in één apparaat propt, dat nog werkt ook. Nee, precies. Dus dat is één groot distributed data center eigenlijk met GPU's erin. Dus waar je vroeger supercomputers had, hè, bijvoorbeeld IBM's Deep Blue, die Kasparov sloeg in schaken, was ook een supercomputer met heel veel CPU's. Ja. En nu hebben we in plaats van CPU's, niet geen CPU's, maar hebben we GPU's. Want die zijn gewoon efficiënter voor dit specifieke type workload. Zeker, maar het is echt gewoon een kamergroot apparaat op zijn minst. Ja, zeker. Ja, en groter dan dat zelfs. Het zijn echt datacentra. Ja, je huurt die, maar je huurt dat natuurlijk bij IBM of bij... Precies. Azure of... Ja, inderdaad. Ja. Ja, of OpenAI volgens mij hun eigen machines. Inderdaad. Maar ja, tegenwoordig hebben we... Dat is ook waarom Amazon zo groot is en zo is geworden. Een deel daarvan is dat ze heel veel GPU-capaciteit hebben voor dus die AI-mensen. Ja. En er was ook in de verhalen daarover was er een bepaalde specificatie. Het aantal nodes, geloof ik. Het aantal nodes in een algoritme? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik kwam dat tegen als eigenschap van dat... DALL-E, geloof ik. Ja. Ik kwam dus wel het begrip tegen. Zoveel miljoen of miljard nodes. Ja. Maar waar het over ging, wist ik gewoon niet. Dus ik dacht, dat vraag ik. Ja, dus die algoritmes zijn hele grote neurale netwerken. Zo'n GPT is dat ook. Hetzelfde deep learning als dat we 4 jaar geleden deden. Mm-hmm. Dat algoritme is verbeterd. En dat heet nu een transformer. En daar zit attention in. Dus dat is eigenlijk we hebben eigenlijk aandacht bijgebracht in die algoritmes. Ja. En die zijn dus eigenlijk bestaan die uit miljarden neuronen. En een neuron is eigenlijk een soort computersimulatietje van hoe neuronen in onze hersenen werken. Maar dan heel erg zo simplified dat het eigenlijk geen goede accurate representatie is. En die hebben dus miljarden parameters. En die parameters, dat is eigenlijk een soort van het geheugen van het algoritme. En daarvan worden alle berekeningen gedaan en transformeer een input naar een output. Ja. Ik lees je gewoon even een stukje tekst voor. Dat is een zin uit de samenvatting op de site van openai.com. Ja. Mm-hmm. DALL-E is a simple decoder-only transformer that receives both the text and the image as a single stream of, nou komt het, 1280 tokens. 256 voor de tekst en 1024 voor de image. Ja. Dus we hebben een eenheid tokens. Ja. En we hebben ook de attention mask at each of its... 64 self-attention layers. Ja, dus dat is wat ik zei. Dus in plaats van deep learning layers doen we nu self-attention layers. Dat heeft te maken met dat we dus nu eigenlijk... in plaats van dat we alle data bekijken... leert het algoritme te bekijken van... Okay, welke data is nou eigenlijk nuttig? Welke features moet ik naar kijken? Maar het is misschien wel even leuk om uit te leggen hoe dat algoritme werkt. En ik denk dat namelijk heel instructief is. Ja. Ook voor de luisteraars van... Hey, hoe maken we nou eigenlijk zo'n intelligente AI? En eigenlijk wat die AI dus doet... die geef je eigenlijk het hele internet aan data. Zo bij wijze van spreken, qua tekst.
Laten we eerst even bij de tekst houden, we kunnen dan de plaatjes doen. Ja. En wat hij eigenlijk doet is voorspellen aan de hand van een zin, wat is het volgende woord? Bijvoorbeeld, ik geef jullie een zinnetje. Er staat een paard in de, maak maar af. Kamer. Kamer, wat zeg jij? Gang. Gang, ja, natuurlijk. Ja, waarom zeg je dat? Omdat er een liedje is waar de zin in voorkomt. Ja, van André van Duin. Ja, van André van Duin. Dus dat komt vaak voor, hè? Dat zinnetje. Dus dat is waarom het zo snel in je opkomt. Ja, maar dat vind ik dan... Ja, oké, okay, even tussendoor. Ja? Ik vind het altijd veel grappiger als mensen de kamer zeggen. Ik deed ook altijd alle spreekwoorden gezegd expres fout. Ja. En zegt de hele familie, ja, dat kan niet. Ja, nee. Dat is wel creatief. En ik wel denk creatief en grappig, inderdaad. Flauw grapje, ork, soep eet je met ja, een... Precies. Ja, ja, inderdaad. Maar goed, zo creatief en grappig is dus... Nee, ja, maar daar komen we op. Dit is stapje één. Want dit is namelijk heel logisch. Dat je dat als eerste zegt, want dat komt eigenlijk het meeste voor. Toch? Ja, ja. Dus op het moment dat iemand dat zegt, ben je, word je niet verrast. Als iemand zegt, geel, er staat een paard in de geel. Dat is heel verrassend, dat is heel raar. En waarom dat is dat raar? Dat is te raar. Dat, ja, dat is te raar. Dat is niet aanvaardbaar. Maar waarom is dat raar? Dat doet zelfs Ben niet. Nee, precies. Nee, maar dat is raar, omdat grammaticaal past dat niet. Dat kan niet. Dus op het internet ga je dat nooit zien. Dus dat is grammatica. Dus je ziet al dat een AI die dus een zinnetje het volgende woord voorspelt, dat hij dus in ieder geval grammatica leert. Nu heb je nog een punt. Stel, ik zeg, er staat een paard in de wasbak. Kan dat? Dat zou net kunnen. Net, maar op het randje. Maar wel raar. Op het randje, ja. Ik woon aan het paardenkamp. Ja. Het is raar, maar... Dus het is interessant, ik begrijp waar dit heen gaat. Het is een zelfstandig naamwoord, dus grammaticaal kan het. Ja. Dat is mooi, dat is één. Het is een ding waar je in kunt staan. Dus ook in dat opzicht zou het kunnen. Hè? Je zou ook zin kunnen hebben, er staat een paard in het soepbord of iets dergelijks. Ja, precies. Ja. Oké, het is een ding waar je in kan staan. Maar dan ga je nadenken dat jij meteen... hoe zit het eigenlijk met de afmetingen? Kan de het afmeting fysiek de grote. Ook? Ja, precies. Dat is precies mijn punt. Ja. Dus uiteindelijk, wat dus die AI doet, is zeg maar van nou, we gaan proberen van alle taal in de wereld, gaan we proberen van alle tekst die ik zie, gaan we proberen het volgende woordje te voorspellen. Nou, om dat echt goed te kunnen doen, moet je dus ook een bepaald idee hebben van de concepten. Want als je namelijk bijvoorbeeld op een gegeven moment niet meer een paard hebt, maar een nijlpaard. En dat is een zin die je nog nooit hebt gezien. Dat is heel raar in een wasbak. Dat is nog raarder in een wasbak. Ja. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Dus je moet eigenlijk een idee hebben van de grootte van een paard en de grootte van een wasbak. Om te kunnen zeggen, kan ik deze zin het echt zien, ja of nee? Dus eigenlijk door al die taal te bekijken, leert hij een bepaalde manier van naar de wereld kijken. Dus hij weet dus wat een paard betekent in termen van concepten. Een beetje. Ja. En dat is eigenlijk wat het GPT-3-algoritme doet. Ik eindigde bij kan het fysiek ook, maar daarna het volgende niveau is, zou het waarschijnlijk zijn? Zou het waarschijnlijk dat zijn? Dat ging gebeuren. Ja, ja en precies. Wat, en kijk, wat die zin zegt. Inderdaad, want alle tekst opslaan kan niet. Voor zo'n algoritme heeft hij te weinig parameters voor. Dus wat hij moet doen is dingen generaliseren. Dus als jij bijvoorbeeld zegt van, hey, ik wil weten of deze zin sens maakt, ja of nee. Bijvoorbeeld, ik heb een snelle auto, of ik heb een vlugge auto, of een rappe auto. Dat kan allemaal. Nou ja, als je dat slim wil opslaan, dan zeg je gewoon, ik wil een, plaats hier een woordje wat iets met snelheid te maken heeft, auto. En die kunnen allemaal, die zijn prima. Ja. En dat is namelijk een veel efficiënter manier van opslaan dan alle voorbeelden zelf. Dus eigenlijk omdat je dus het algoritme wil zo efficiënt mogelijk al die patronen opslaan, leert hij dus dit soort concepten. Ja. Leuk, hè? Ja, fantastisch. En nu zie ik ook met DALL-E, hè? Ja. Zie ik ook van, want dan kan je natuurlijk wel iets breder associëren. En daar toch, want dan krijg je wel, geel is de extreem, maar een paard in een wasbak bij een paardenkamp die ziek is, weet je, die door een wasbak loopt. Ja. Weet je, daar krijg je meer, dus je hebt meer variaties. Ja. Of een creatieve, je kan breder in je associaties zijn. Precies, dus op het moment dat zo'n AI dus concepten leert, van een paard en het ziet er ongeveer zo uit, dan kan je, als je dat als een los object ziet, kan je dat ook weer combineren met andere objecten. Ja. En dan krijg je dus dat je na het gewoon random plaatjes kan laten tekenen, omdat die AI blijkbaar die concepten ergens heeft opgeslagen als een concept zelf. Ja. En dat is eigenlijk de grap erachter. En wat die DALL-E met die plaatjes doet, die doet eigenlijk hetzelfde met die zinnen. Dus in die zinnen ga je dus één voor één voorspel je het volgende woord. En dan voorspel je het volgende woord. En dan voorspel je het volgende woord. Dat is hoe GPT eigenlijk een zin genereert. Of teksten genereert die heel menselijk lijken. En dat betekent namelijk ook, als het heel menselijk lijkt, dat je bijvoorbeeld, als jij een natuurkunde tekst, als je daarmee begint en die gaat die afmaken, ja, dan zal die ook natuurkunde woordjes moeten blijven gebruiken en een beetje in die schrijfstijl blijven. Dus dat is waarom die zo intelligent lijkt. En met plaatjes doet die DALL-E precies hetzelfde. Hij pakt een plaatje van, let's say, 1000 bij 1000 pixels en die gaat gewoon één voor één gaat die pixels genereren. Van linksboven tot rechtsonder, pixel voor pixel, gaat hij die genereren aan de hand van de tekst die ervoor is geschreven. En dat zijn die tokens waar je het net over had. Hij krijgt dus eerst een zinnetje. En daarna zegt hij, oké, wat is dan de eerste pixel die bij die zin hoort om te genereren? Wat is de tweede? Wat is de derde pixel? Wat is de vierde pixel? En zo tekent die pixel voor pixel het hele plaatje. En uiteindelijk moet dat geheel kloppen.
En dat is dus ook compleet unsupervised getraind. Ze geven gewoon heel veel voorbeelden van plaatjes en beschrijvende zinnen. Die geef je bijna het algoritme. En die moeten ervoor zorgen dat die sequence, eerst de tekst en dan de pixels in het plaatje, dat die een hoge kans heeft. Ja, begrijp ik goed dat die in het wilde weg, min of meer willekeurig, plaatjes zelf gaat genereren en dan vervolgens zelf gaat selecteren of dat ook klopt bij de zin die hij door heeft gekregen? Ja, in de zekere zin hoe die getraind wordt, is self-supervision. Dus je hebt een voorbeeldje van een plaatje, een voorbeeldje van een tekst. En die stop je die eerst in. En nadat je helemaal klaar bent met die in het algoritme stoppen, dan probeert hij dezelfde tekst en hetzelfde plaatje te genereren. Dat heet een autoencoder. Eigenlijk de basis van die technologie is trouwens in Amsterdam ontwikkeld, waar we hier zitten. Dus dat is eigenlijk wel leuk. Dat komt ook uit Nederland. Door wie? Door Max Welling in de Universiteit van Amsterdam. Ik ben een collega geweest. Het idee is dus, op het moment dat je dus het plaatje stopt, erin stopt, de tekst erin stopt, en daarna moet hij dus door een soort van bottleneck heen, waar dus die features in zitten. En daarna moet hij dezelfde tekst en die plaatjes weer voorspellen. Dat betekent dat die representatie die in het midden zit, dat die dus daar eigenlijk alle nuttige informatie moet erin zitten, maar dan compressed. Dus eigenlijk in leren zeggen we wel eens, dat is eigenlijk de art van het weglaten van nutteloze informatie. En dat is wat die AI eigenlijk doet. Dus je kan, zoals ik zei net al zijn met het voorbeeld van die vlug en die auto, je kan veel beter dit opslaan als iets snelle auto. En dat snel kan elk ander woord zijn. Als je nou alle zinnen die daarin zou kunnen compressen in een simpele regel, dan heb je dat compressed. En dan heb je eigenlijk je generalization, je kennis daarin. En dat is wat die DALL-E dus ook doet. Plaat je een tekst in en dan probeer je hetzelfde plaatje in de tekst eruit te putten. En daar vindt dus die conceptualisering plaats in die middelste laag. Maakt dat een beetje sens? Ja, totaal. Een beetje wel. Ja. Het is mooi. Ja, ik zie dat een beetje nieuwe kunstvormen, nieuwe plaatjes, nieuwe ideeën. Dus het helpt je om vrijer te denken. Want het is inderdaad ineens een zonsondergang zonder zon. Bijvoorbeeld, wat Herbert vertelde. Ja, dus het is ook geweldig voor artiesten bijvoorbeeld om dit soort dingen te gaan doen. Of misschien, misschien zelfs gevaarlijk voor artiesten dat ze een baan verliezen als dit heel goed gaat. En wat leuk is, wat ook op die webpagina staat van DALL-E, is dat hij dus ook intelligentietestjes doet. Ja, want we moeten natuurlijk naar general AI, intelligentie. Ja. Heb je dat gezien, Herbert? Nee, dat heb ik gemist. Nee, ja. waar vind ik, want ik heb hier deze de pagina dus waarin dat hele ding wordt uitgelegd. Ja. Maar intelligentietestjes heb ik nog eventjes gemist. Het is een visuele intelligentietest. Het heet de Raven's Progressive Matrices. Okay. En dat is eigenlijk zeg maar, als je bijvoorbeeld een cirkeltje ziet en dan een cirkeltje met een ander cirkeltje erin en dan drie cirkeltjes in elkaar. En dan zie je hetzelfde van vierkantje, vierkantje, vierkantje. En dan heb je driehoekje, driehoekje. Wat is de laatste? Nou, intelligentietestje, Herbert, dat is... Vijfhoek? Nee, het is een cirkel, cirkel, cirkel. Maar dan heb je een cirkel en dan twee cirkels in elkaar. En dan drie cirkels in elkaar. Een kleinere driehoek in. Precies, Dus je hebt een driehoek. En dan een kleine driehoek erin. En dan drie driehoeken in elkaar. Inderdaad, toch? Ja. Ik heb een domme buis vandaag. Nee, maar als een AI dat niet kan, dat is echt makkelijk dit. Aan de hand van plaatjes, ja, dat is makkelijk. Maar dat is toch logisch redeneren. En dat is wat wij onszelf zo... Want je moet namelijk het concept driehoek of het concept object hebben. Namelijk dat een driehoek of een cirkel of een vierkant, dat eigenlijk in die context hetzelfde is. En dat is het concept van het reproduceren drie keer. Dat is moeilijk. Nee, want kijken. Je vertelt net, het hele internet is ingeladen. Ja. Dus ja, hij zou echt wel ergens een drie plaatjes, driehoek vinden. Oh, dat zit zo. Ja dus, precies. Dus ja. Hij, maar dan moet je ook wel herkennen dat het relevant is. Ja, kijk, deze zit niet het hele internet geïmplementeerd. Dus ze hebben eigenlijk een dataset. En die dataset moest echt alleen maar plaatjes en tekst zijn. Dus niet het hele internet zit erin. Maar als er bijvoorbeeld dit soort matrices in de dataset zitten, vind ik het minder speciaal. Ja, daarom. Maar als het echt een bijeffect is van hoe het AI getraind is. Dan wel. Dan is het heel spannend. Dan is het echt heel tof. Dat had ik echt niet verwacht. Oh, en dit is een bijeffect. Dus dit was niet al getraind. Ja, dat DALL-E-algoritme hebben ze niet publiek gemaakt nog. Nee. En ze hebben ook niet beschreven in de papers hoe het precies getraind wordt. En ik heb ook die dataset nooit ingezien. Maar als het echt een bijeffect is van gewoon de AI leert de wereld begrijpen, is het heel spectaculair. Dat je echt symbolic reasoning kan doen, visual reasoning, met een AI die gewoon getraind is op random data en zonder labels. Heel speciaal. Ja, dat vind ik echt mind-blowing. En dan, is dat het enige wat die kan wat waarde heeft in een intelligentietest? Of is er meer? Nee, het is gewoon een intelligentietest. Ja, Complete IQ-test voor mensen, die behelst wel even wat meer. Dan ja, inderdaad. Redeneren met taal kan die ook. Dus hij kan namelijk gewoon zinnetjes afmaken en bekijken wat is het meest likely woord dat hierin plaatsvindt. Dus taal kan die.
Ja. Je hebt AI-algoritmes die ook emoties kunnen herkennen of spatial reasoning kunnen doen. Ja, het ligt een beetje aan je IQ-test hoe goed je het gaat doen. Maar ja, er is al best wel veel wat we nu wel kunnen dat eerst dus niet komt. En waar je dan over kunt discussiëren, en misschien moeten we dat dan ook maar doen, is betekent dat ook dat die AI echt iets over de wereld begrijpt? Ja, hij begrijpt, hij kan dus, ja, het ligt een beetje aan je definitie. Dat hij weet hoe woorden samenhangen. Ja. Maar wat zegt dat? Ja, ja. Ja. Nou ja, ik denk dat die dat specifieke onderdeel, weet je, dat begrijp je van de wereld, dat het een kleine driehoek moet zijn. Dat specifieke onderdeel snap je. Ja. Maar dan snap je nog niet dat het niet handig is, want dat heb je niet getraind. Dat specifieke deel niet. Als je niet naar links kijkt en dan komt een auto en dan word je omvergereden. Ja. Dat zit er niet sterker, in. Sterker, hij weet welke bijvoeglijke naamwoorden van toepassing kunnen zijn op het woord auto. Ja. Maar weet hij wat een auto is? Nee, ja, weet hij wat het is? Hij weet het in die context. Ja. Dus kijk, weten wat iets is en echt iets weten als een mens, dat is ongelooflijk contextafhankelijk. Yes. Want wij weten altijd alleen maar dingen op het moment dat je het ergens voor nodig hebt. Ja. Kijk, wat jij zei over je auto, van weten als je links afslaat dat je auto kapot gaat of nee, zo. Nee, je wil oversteken. Oversteken. Je kijkt niet naar links en je bent dood. Ja. Maar kijk, als je... Goed voorbeeld. Ja, want dat heeft hij niet geleerd. Echter, nee. Als je natuurlijk alle menselijke, want daar gaan we naartoe, als je alle menselijke begrippen, alles wat ik zie, alles wat ik meemaak, wel al hebt getraind. Ja. Ja, dan ben je er bijna al. Want dan heb ik, weet je, ja. Want dan heb je alles wat ik verzin en alles wat ik doe, dat ik wel naar links kijk enzovoorts, dat heb je. Ja, dus dit is ook een soort van eerste stap in die AI om dat slimmer te maken. Ja. En we hebben natuurlijk nog veel meer nodig om echt bij bijvoorbeeld een super AI te komen. Wat we nog meer bijvoorbeeld nodig hebben, is dat wij veel discreter leren redeneren, veel meer logica inbrengen in AI. Dat is een hele hot topic op dit moment. Want waar we het net over hadden, discreet versus continu. Ja. Continu is makkelijk te optimaliseren, maar je krijgt heel veel issues. Want je hebt ongelooflijk veel data nodig om het AI te trainen, zodat er bijvoorbeeld bepaalde objecten, hè, zoals een bekertje of een headset of zo, dat er twee andere dingen zijn. Mm-hmm. Heb je heel veel data voor nodig om dat goed te leren. En dat gaat nog heel vaak fout. Maar dat komt omdat hij niet heel erg sterk in het algoritme een concept van iets maakt. Het zit er wel in, maar het is een beetje ingehackt. En je kan dus concepten in AI krijgen op het moment dat de dingen meer discreet worden. Maar het probleem is het optimaliseren van discrete algoritmes, om dat samen te voegen met continu algoritmes. Wat is een discreet algoritme? Een logica-algoritme. Wat je bijvoorbeeld eigenlijk simpele logica-dingen pakt. Ja, nee, kwesties. Ja, ja, precies. Ja, van is deze zin waar of niet? Weet je, zoiets. Ja, maar een concept, dat bedoel je, is natuurlijk moeilijk discreet te maken. Want het is een concept. Nou ja, het continue concept zoals in die algoritmes zitten, ja, is heel moeilijk om dan discreet te maken en daar goed op te gaan redeneren. Ja. En er zijn wel heel veel mensen die met symbolische logica en zo bezig zijn, maar die gaan ervan uit dat je dat concept al hebt. En AI staat trouwens ook veel beter in dan mensen zijn in logica. Maar om dat, die twee dingen te mergen, dat je dus het AI hebt wat eigenlijk maar je pixels in je plaatje pakt of je pixels in je ogen pakt en aan de hand daarvan concepten weer uit kan halen en op daarvan kan redeneren, die link maken, ja, dat lukt ons nog niet. En dat heb je echt nodig voor echte AI. En wat zijn de onderzoeksgebieden waarbij ze dat wel aan het oefenen zijn? En wat komt daaruit? Ja, dat is echt nog een heel moeilijk vakgebied. Want zoals ik zei, die optimalisering is gewoon niet te doen. Dus om die twee dingen met elkaar te verenigen. En wat mis je? Wat heb je nodig om dat wel te doen? Betere algoritmes, betere manieren van optimaliseren van die algoritmes. Ja. Nieuwe inzichten in hoe überhaupt dit soort dingen werken. Ja, het is nog best wel ver weg, denk ik. Je vertelde net dat bepaalde algoritmes niet open en dat geven ze nog niet vrij. Ik kan me nog herinneren met DeepMind, dat had AlphaZero niet vrijgegeven. Is dat inmiddels wel vrij? En waarom? En ik vind DeepMind is nog een commercieel bedrijf, onderdeel van Google. Dus dan snap ik nog dat ze dat niet doen. Want eerst moet Google het gebruiken om meer advertenties te verkopen. En daarna kan je het aan de community geven. Ja. Maar de AI community, de Open AI, die kunnen het naar mijn idee vrij. Wat voor belangen hebben die? Ja, nee, ze vinden dat met zo'n model als GPT-3. Dat zei je net, ja. Dat is een verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid en liability, ook in Amerika natuurlijk, is dat misschien wel een ding. Aansprakelijkheid. Aansprakelijkheid, inderdaad. Ja. Dus nee, ja, dat soort dingen moet ik altijd meewegen met het maken van dit soort dingen. En de methodologie is open. Dus bijvoorbeeld AlphaZero is volgens mij niet publiek toegankelijk gemaakt. Oh, maar nog steeds niet. Okay. Maar de methodiek die erachter zit wel. En daar is gewoon een paper over geschreven. Ja. En mensen hebben dat ook open source geïmplementeerd. En dat kan je ook gewoon online vinden. Oh, dat Lila Chess, dat draait. En dat werkt ook heel goed. Ja.
Maar even terug op wat je nog nodig hebt op die general AI. Maar dat is één stap. Hè. Dat is misschien een beetje complex tussen die continu en discrete. Het andere wat je nodig hebt is om heel veel van die systemen samen te laten werken. Dus ook vision met spraak en met een logisch systeem, met een planning systeem, met iets wat beweegt en dat soort dingen. Hè. Dat samenwerken is moeilijk. En de laatste stap is iets in de werkelijkheid te laten werken. Want ja. Want je moet, als je echt die onvoorspelbaar is. En, En dan moet bijvoorbeeld, er moeten sensoren aan zitten die goed werken. Je moet ook kunnen bewegen. En je moet actie kunnen ondernemen. En je moet dus een natuurkundig systeem in je hoofd hebben. Van als ik A doe, wat komt er dan uit? Dus dat zijn allemaal dingen die eigenlijk nog moeten gebeuren om general AI te maken. Ja. Maar die conceptualisering, dat is wel echt een grote stap. Goed zo. En wanneer zijn we er dan? Ja, wat wil je horen? Een tijdsvoorspelling of een... ik zal je de één ding vertellen. Dat is mijn voorspelling. Over 4 jaar dan hebben we Tijmen hier weer. En dan gaat hij zeggen dat het veel sneller is gegaan dan hij had gedacht. Dat zou heel goed kunnen. Ja, maar het is voornamelijk die drie elementen die je hebben en die algoritme. Dat heeft die versnelling veroorzaakt dat je niet had verwacht. Ja, zeker. Ja. Maar ook gewoon het feit dat ik niet had gedacht dat zoveel data bij elkaar knallen dat je al heel ver komt. Dus ik had een beetje onderschat ook bijvoorbeeld qua tekst hoeveel tekst er eigenlijk wel niet is en hoeveel daar informatie eruit kan herleiden. Of bijvoorbeeld met die computers zoals StarCraft 2 en die Dota 2, dus die spelletjes heel goed spelen, dat mensen gewoon maar echt miljarden potjes gingen simuleren. Ja. Want eigenlijk voor echte AI zou je denken van nou ja, binnen 100 potjes kan je het spel al goed spelen. Maar omdat die algoritmes zo dom zijn, compenseren ze dat gewoon met heel veel data en heel veel rekenkracht. Dus je ziet dat die AI nog niet intelligent is, ze hebben zoveel data nodig. Maar blijkbaar kun je heel veel doen met heel veel data. Ja, het brute forcen van intelligentie. Eigenlijk wel, ja. Dat is eigenlijk precies wat er gebeurt, Herbert. Ja. Hey, en de menselijke eigenschappen als emotie, dat komt er altijd bij. En bewustzijn, ja. Dat is gewoon conceptueel, dus dat lukt ook uiteindelijk wel. Ja, dat is een beetje waar ik ook in de loop van de jaren achter ben gekomen. Dat eigenlijk niet zo speciaal is, die mensen. Emoties totaal niet speciaal en bewustzijn. Nee, kijk, emoties, vind je dat speciaal? Nee, natuurlijk niet. Nou, ik spreek nog heel veel. Allemaal, dus het is gewoon, helemaal niet bijzonder. Dat is gewoon compute power, joh. Maar denken jullie dat je dat in een computer zou kunnen krijgen? Uiteindelijk vast wel. Maar dat is waarschijnlijk een van de laatste bastions die gaat omvallen. Een van de laatste, denk je? Ja, dat denk ik wel, ja. Interessant. Nou, weet je wat ik interessant aan vind? Je denkt nog steeds als mens dat je unieke gedachten hebt. Weet je, dat je unieke creativiteit of uniek kan associëren. Wat een computer nooit kan. Maar ja, in de realiteit is het natuurlijk alleen maar perceptie. Ja. Dus als je maar voldoende brute force hebt, dan denk je dat iemand creatief is, maar dat kan een computer ook. Dus volgens mij... We vinden onszelf heel speciaal, maar dat is helemaal niet zo. Dus ik denk uiteindelijk is het inderdaad allemaal te simuleren. En we leven waarschijnlijk al in de simulatie, dus... Ja, dat is een hele andere discussie waar we vragen. Waar we moeten een andere podcast over opnemen. Ja. Maar inderdaad, dus emoties vind ik zelf helemaal niet speciaal. Want emoties zijn gewoon heel erg evolutionair ontwikkeld als een standaardmechanisme om bepaalde situaties te reageren. Je ziet een klif, een afgrond. Wat doe je? Je wil er van wegrennen of je bent te bang. Voor. Waarom? Ja, omdat je namelijk als je vanaf springt, ben je dood. Right? Dus heel logisch om die emotie te hebben die alles in werking zet. Of je ziet een beer, word je bang, wegrennen. Je ziet een mooi meisje of een mooie man. Nou, dan vind je die leuk. En dan word je er verliefd op. Emoties zijn gewoon onze natuurlijke manier die gewoon heel veel dingen in het lichaam tegelijkertijd regelen. Nou ja, dan kan je een AI zou je dat ook kunnen inprogrammeren. Want dat is namelijk heel nuttig. Want in sommige situaties wil je gewoon dat een AI iets doet. Wat doe je? Je programmeert een emotie in. Zo zou ik dat doen. Ja. En bewustzijn is een heel ander punt. Dat is een. Laten we het eens gaan hebben over, als jullie vinden dat we eraan toe zijn, over dat onderzoek van het Max Planck Instituut. Ja. Want dat vond ik wel heel mooi. Daar heb ik aan het begin van deze aflevering verwoord. Ze gingen uitzoeken of AI ons kan overheersen. Laten we eerst eens even kijken. Geloof jij erin, Ben? Overheersen? Overheersende. Nee. AI. Wij zullen altijd... Die de mens naar zijn pijpen laat dansen. Of de mens zelfs uitroeit. Maar het is onwijs interessant. Want waarom? Omdat natuurlijk de atoombom is natuurlijk de eerste technologie uitvinding waarbij je gewoon de mensheid vernietigt. Mm-hmm. En weet je, is AI een atoombom? Ja. Maar je ziet hoe verstandig de mens is dat we allemaal regels voor atoombommen maken. Dat je dat niet maar nog niet voor AI.
Maar je ziet met OpenAI en al die instituten die bezig zijn om er verstandig mee om te gaan, wordt niet vrijgegeven. Maar er is heel wat AI die ongereguleerd sollicitanten beoordeelt en dat soort dingen. En ook heel veel gevaar en vervelende dingen veroorzaakt. Nee, dat klopt. Mm-hmm. Maar ik denk dat wij dat AI, of wij onszelf dan, want wij zijn het zelf, niet op dat gebied vernietigen. Meer het klimaat en zo. Maar niet op. Ik denk dat op een andere manier al eerder ter gronde zijn gegaan. Maar niet door AI. Ik denk dat de regelgeving. Ik heb zelf ook heel vaak gezegd vroeger van ik zou eerder bang zijn voor bijvoorbeeld een pandemie of zo dan voor een AI. Dat gebeurt toch niet. Dan voel ik me toch een beetje Nostradamus, voel ik me. Wat een verhuisende blik. Maar goed, dat die pandemie nu is gekomen, dat wil niet zeggen dat die AI. Nee, dat zou natuurlijk nog kunnen. Nee, het zou zomaar kunnen, precies. Maar ik ben het wel een beetje met Ben eens, want ik denk dat we het namelijk sowieso aan gaan zien komen. Dus ik zeg natuurlijk dingen gaan sneller dan ik had verwacht. Ja. Maar ook weer niet zo snel dat er nu opeens plots een super AI op de deur klopt en zegt van hallo, ik ben er en ik ga even jullie wereld overnemen. Dat is niet de realiteit. Right? Ja. Dat duurt heel lang. Nee, maar het gevaar, kijk, als je het toch hebt over emoties en angst, waar mensen bang voor zijn en ik vind dat ze, ik zal niet zeggen ze zijn terecht bang, maar ik vind wel dat ze het recht hebben om bang te zijn. Dat is het effect van de kikker die geleidelijk aan in een emmer op het vuurtje staat. En het wordt steeds warmer en heeft het niet in de gaten. Ja. Dus dat het op een gegeven moment steeds verder komt en we denken van wat is het verschil met gisteren? Nee, heel weinig. Ja. Tot het moment dat je het point of no return bent gepasseerd. Ja, precies. Ja. Maar gelukkig, een van de dingen die denk ik gaat gebeuren is dat we sowieso eerst AI moeten gaan simuleren. Echt een goede AI zeg maar in de wijde wereld rond laten lopen en aan alle toeters en bellen geven dat hij zichzelf moet kunnen programmeren, dat hij alle informatie tot zijn beschikking heeft, et cetera. Om dat te doen in de echte wereld, dan krijg je gewoon te weinig data voor dat AI om te leren. Dus dit duurt heel lang. Dus we gaan het sowieso altijd eerst moeten simuleren wat voor ideeën we hebben. Okay. Dus er gaat best wel een tijdslijk zitten tussen wat we ontwikkelen en dat het echte AI wordt. En dat het in de praktijk eng wordt. En dan gaan we altijd nog een beetje tijd hebben om te verzinnen van wat gaan we daarmee doen. En er zijn ook nog heel veel andere situaties mogelijk. Bijvoorbeeld, ik denk dat het eigenlijk het meer likely scenario is dat wij onszelf gaan verbeteren in onze hersenen. Dat we bijvoorbeeld chips gaan implementeren die ons geheugen verbeteren. Dat wij misschien onze armen wel willen veranderen, omdat het eigenlijk handiger is om een soort van om allemaal tools erin te kunnen steken. Scharen, hè? Ja, of automatische stroom van scharen, hè? Een soort van scissor hands. Of dat we onszelf aan het internet willen koppelen om sneller informatie te krijgen. Ik denk dat dat eerder gaat gebeuren. En dat we dan de AI misschien langzaam assimileren met de mens. Dat lijkt me een logische uitkomst. Met andere woorden, dat het niet tegen ons werkt, maar met ons. Ja. Plus, denk ik, een beetje met jouw kikker. Terwijl dat experiment is natuurlijk wel gedaan. En als je een kikker in een kokende emmer gooit, is die kikker gewoon dood, hoor. Dus dit is hij. Maar hij is zeker. En ik begrijp ook dat hij er wel degelijk uitspringt. Ja, daarom. Dus, daar gaat het niet om. Maar die unintended consequent, die vind ik. Ik denk wel dat er iets kan ontstaan. Wat een gevaar is. Dat zie je nu al met polarisatie. Weet je, dat is een gevolg van een AI. Ja. Die gewoon. Dus die mensen hebben gemaakt. Waardoor het mis kan. Waardoor. Dingen gebeuren die niet prettig zijn. Het is eigenlijk altijd een beetje omdat de mens eigenlijk gewoon die AI niet goed heeft gemaakt of goed heeft getraind. Dat hangt heel van de dataset af. En niet per se de AI zelf. Er is nog nooit een AI geweest die zo out of control was dat we moesten stoppen. Dat is er nog nooit geweest. De Twitterbots die racistisch beginnen te blaten. Dat gebeurt. Die zijn een beetje out of control, zeg maar. Ja. Maar dat komt ook gewoon omdat die wetenschappers het een beetje dom hebben geprogrammeerd, zeg maar. Dus maar dat vind ik geen excuus. Ja, dat kan namelijk niet gebeuren. Ja, dat kan gebeuren inderdaad. En die heeft eigenlijk gewoon geleerd van het internet. Omdat mensen daar misbruik van gingen maken. Die gingen namelijk dingen leren. Ja. Die is niet verkeerd gegaan. Ja, maar Tijmen, het gaat toch altijd om niet intelligent genoeg programmeren? Want dat ze helemaal zelfstandig leren waar. Dan moet je dat is wel onderdeel van het scenario natuurlijk. Hè? Dat de AI zichzelf kan verbeteren. Ja. En daarin een dusdanig niveau bereikt dat wij het niet meer kunnen volgen. En, dus ook en ik denk ook dat niet te stoppen is. Dus op het moment dat je echt een AI maakt die zo intelligent is dat hij zowel de wereld heel goed begrijpt, een bepaald doel heeft, een bepaalde purpose in het leven. En ons beter zichzelf kan veranderen. Onszelf begrijpen. En dat is natuurlijk een onderdeel van die superintelligentie. Die begrijpt het 100 keer beter. Het is alsof de mier ten opzichte van ons zijn wij veel intelligenter. Diezelfde kloof zou je kunnen denken tussen de super AI en ons. Dat is echt veel slimmer dan wat wij ooit zullen kunnen zijn. Ja. En hij moet zichzelf kunnen programmeren, kunnen veranderen. Want anders heb je ook niet zoveel. Dus je moet hem genoeg manieren geven om met de wereld te kunnen interacten.
Nou, als je dat kan, dat is niet meer te stoppen. Dan kan je nou proberen een AI, en daar gaan we terug even op dat artikel wat je hebt gelezen. Dan ga je proberen een software te schrijven die zegt van joh, we willen je inperken. Dat is volgens dat artikel wetenschappelijk niet te doen. Dus je hebt altijd een soort van software algoritme, dat is waar dat over gaat, die niet berekenbaar is. En dat is een hele informatietheoretisch kundige term is dat. Maar het is basically dat je zegt van je weet bijvoorbeeld nooit of een algoritme als je het schrijft. Er zijn algoritmes waarvan je niet weet of ze nou stoppen of dat ze altijd doorgaan. Die bestaan. Ja. En met dit soort AI-algoritmes is het eigenlijk precies hetzelfde. Er zijn AI-algoritmes te verzinnen. Waarvan je dus eigenlijk niet weet of die controle die erop zit, of die dat AI-algoritme nog in de hand houdt, of dat de AI al het algoritme heeft hergeprogrammeerd, zodat die controle weg is gevallen. Dus als jij blind vertrouwt op een AI-algoritme wat het controleert, dat kan niet. Dat is eigenlijk wat ze zeggen. Kun je praktijkvoorbeelden van nu geven waar het algoritme, we hebben dat net het voorbeeld met die Microsoft-bot, waar het ontspoorde, want dat is natuurlijk grappig. Maar ik zit zelfs te denken, het Facebook-algoritme ontspoort, want die laat de samenleving ons mede ontsporen. Ja, daar ben ik het wel mee eens inderdaad. Het is eigenlijk, het ligt niet in de AI of zo, want het is niet alsof de AI is geprogrammeerd om iets te doen. En dat doet hij. Nee. En dat gaat hij opeens heel iets anders doen. Dan vind ik het ontspoord. Dus je programmeert een AI om iets te doen, dan gaat hij iets heel anders doen dan eigenlijk intended. Daar heb je geen voorbeelden van. Niet op een vlak dat die AI zo intelligent was dat het verkeerd ging. Nee. Maar ik wil wel even ingaan op dat Facebook voorbeeld. Dat is namelijk heel interessant. Ik zei daarnet, er kan een point of no return gepasseerd worden. Ja. En dat vatte jij op, Tijmen, als die AI zichzelf verder kan programmeren. En dat zeg ik, weet niet of jij dat zei, maar ja, in elk geval, ja, daar hadden we het over. Dat is een, ik zou zeggen, een puur technisch point of no return. Ja. Maar er is natuurlijk ook nog wat anders. En dat zien we bij Facebook. Dat is een maatschappelijk point of no return. Ja, want er zijn nu onderdelen in de maatschappij. En misschien wij drieën hier. Die vinden dat het bij Facebook ook wel wat minder kan. Ja. Maar de maatschappij zit zo in elkaar. Dat Facebook er vooralsnog mee wegkomt. Ja. Als ze die algoritmes niet veranderen. Ja. En dat, daar moet je natuurlijk ook rekening mee houden. Ja, daar moeten we ook altijd rekening mee bij houden. Het point of no return technisch nog niet gepasseerd is, ja, maar dat het toch niet mogelijk blijkt om het verder nog tegen te houden. Ja, en ik dat vind ook de maatschappelijke impact van dat soort dingen, ook bijvoorbeeld de bias die in de algoritmes zit, denk ik, dat we daar altijd heel goed over na moeten denken, naar moeten kijken en checks en balances in moeten bouwen, et cetera. Dus daar ben ik het 100% mee eens. Dus AI kan hele maatschappijontwrichtende effecten hebben. Maar de AI is niet per se intelligent daardoor. Of zo intelligent dat het verkeerd gaat. Nee, niet intelligent, maar misschien soms wel gevaarlijk. Het is net zoals de stoommachine, zeg maar. Aan zich kan je niet blamen voor de veranderingen, zeg maar, toen die opkwam. Maar dat heeft natuurlijk heel veel impact gehad. En dat is met de huidige AI precies hetzelfde. Maar als je het echt hebt over super AI en het controleren, dan gaat het eigenlijk voornamelijk om dat scenario van, hey, joh, ik heb een AI gevraagd om een brug te bouwen. En die AI is zo intelligent geworden dat die zegt van, joh, Weet je dat de beste manier is om bruggen te bouwen? We maken alle mensen dood. Dan hebben we veel meer resources. Dan gaan we infinite bruggen bouwen. Ja, precies. Dat is waar mensen bang voor zijn. Van de paperclips. Hè? De paperclipfabriek. Circuleert als voorbeeld met de paperclipfabriek. Precies. En dat je heel veel paperclips gaat maken. En dat je op een gegeven moment zegt, we maken alle mensen dood. We hebben meer resources om de paperclips te maken. Ja. Om dat in toon te houden. Dat is dat op het moment dat je dus die AI zichzelf laat programmeren, laat veranderen, intelligentie bijbrengt, een bepaald doel. Dat is niet meer te doen. Dat kan ik je wel verzekeren. Dus we moeten er altijd voor zorgen dat we niet op dat punt komen. Ja. Maar goed, dan moet je het daar ook inderdaad maatschappelijk over eens zijn. Hè? Dan moet het parlement of... Ja, en natuurlijk wat die angst is. Stel, wij komen met die technologie dichtbij. Right? Maar heel veel mensen kiezen ervoor om dat dan niet op te gaan zetten. Dus stel nou, er is één land of één instantie in de wereld of één groepering die zoiets heeft van, nou ja, we gaan het wel lekker wel doen. Ja, dan zit je al met de gebakken peren. Ja, Noord-Korea met atoomwapens, waar dan de hele wereld tegen is. En eigenlijk klopt dat in zekere zin een beetje ook met wat jij zei van die atoomwapens. Want daar spreken we met z'n allen af inderdaad dat we dat tegen willen gaan. Dat kan met AI ook. De angst is denk ik, een atoombom gaat zichzelf niet afvuren. Maar op het moment dat je een AI maakt die zo briljant is dat hij iedereen kan tricken. Ja. Dat hij elke Turing-test past. En dat hij dus gewoon mensen een loer kan draaien. En dan zelf intelligenter en beter wordt. En op een gegeven moment ontploft het. Mm-hmm. Ja. Misschien hebben mensen dat niet eens door op het moment dat dat aan de hand is. Er hoeft maar één iemand ergens in een land te zijn die dus een algoritme de wereld inknalt. En dan is het al verkeerd. Ja, en dat is natuurlijk enger met AI dan met atoomwapens. Ja. Ben je al, zie je nog zitten? Nee, omdat ik dit heel erg science fiction vind. Ik denk echt, ja, ik zit in de stroom. Nou, lijkt me erg ver weg. Het gaat ook nog wel een hele tijd duren. En we gaan het aanzien komen. En ik denk ook inderdaad dat je er best wel regels voor op kan stellen. Of limitaties op kan leggen. Want zelfs een AI, hè, bijvoorbeeld die zo die plaatjes tekent. Die AI gaat nooit wat anders doen dan plaatjes tekenen. Ja. Right? Hoe goed je hem ook maakt.
gaat hij nooit wat beters doen. Ja, want het punt van de zichzelf verbeterende AI, hè, zelfs op een laag niveau, ja, dat hebben we nog niet. We hebben geen. Nee, er zijn. Nou, hoewel, als je. Ik even hardop denk het hoor. Dat. AlphaZero. Dat is in feite een zichzelf verbeterend project. Ja, hij verbetert wel zichzelf. Alleen in door het trainen, de datageneratie. Maar, ja, maar hij verandert niet zijn eigen code, bijvoorbeeld. Nee? Nee. Dus okay. het is niet alsof, zeg maar. En dat is eigenlijk de hypothese van die super AI. Dat het ja. general AI overschrijft. Ja. Namelijk bijvoorbeeld als er bepaalde restricties in zijn algoritme zitten. Gaat hij zijn eigen code in. Past hij het aan. Daarmee kan hij dus ook alle restricties misschien veranderen die in plaats zijn gezet. Bijvoorbeeld maak mensen die dood of zo. Als dat een stukje algoritme is ergens precies. in de code, sloopt hij dat er gewoon uit. Dat right? Als dat kan als... beter van wel. Ja. Precies. Nou ja, dus die code veranderen en dus zichzelf verbeteren. En bijvoorbeeld hacks ja. toe gaan passen om meer compute resources te krijgen, zodat het intelligenter wordt. Dat ja. soort dingen. Dat is waar dingen aan. Er nooit voor gekomen ja. dat is nog nergens gemaakt. Dus nee, de code nee, zelf nee, aanpassen. Nee, echt, alle AI is echt nog. Ja, een GoBot hebt die zegt ik ga pivoten, ik ga voortaan bruggen bouwen. Ja, je hebt algoritmes die code kunnen schrijven, right? En die zijn dat echt wel. Heel erg. Ja. ja, dat kan. Maar niet hun eigen code voor kunnen veranderen en kunnen optimaliseren. En daar echt de conceptuele rekenkracht voor hebben om dat te kunnen. Dat is echt nog heel ver weg. Maar je weet maar nooit. Het gaat altijd sneller dan wat ik zeg. Dus, ja. Alles gaat altijd sneller dan Tijmen denkt. Ja. Ja. Nou, en mensen. Bedankt, Herbert. Ik had ook in mijn voorbereiding dat voorbeeld. Dat hoorde ik bij Lex Friedman. Ik vond het namelijk zo mooi over. Ik weet niet of ik het vorige keer heb verteld of een keer. Ja. Dus dat vliegtuig boven de Alpen. Dat je niet van tevoren inprogrammeert. Dat een vliegtuig boven de Mont Blanc nooit beneden. Op die locatie nooit beneden de 4810 meter kan vliegen. Ja. En naar aanleiding van het voorbeeld dat die Duitser. Een vliegtuig in de bergen. Precies. Ja, ja, ja. En ik vond het wel. Dat is dus een teken dat ja, wij zeggen logisch dat moet je in ieder vliegtuig moet je dat inbouwen. Ja. Een ander voorbeeld, dat schaven iedere camera in een auto die naar voren wijst en hij ziet de mens remmen. Ja, en dat programmeren we wel in, toevallig. Dus dat is wel goed. Maar dat bedenk je wel, maar dat vliegtuig in de bergen niet. Ja. Dus je bent als. En dat vind ik wel interessant. Je bent dan dus te laat. Dus er moet eigenlijk een algoritme zijn of een AI zijn die snapt. Hey, boven de bergen, dat is niet slim. Maar dat is weer conceptueel menselijk denken. Ja, ja en dat is dus ook waar dus heel veel mensen die bang zijn voor super AI over redeneren. Want zeg van ja, kijk, we zijn er al achter dat we het niet allemaal uit kunnen programmeren. Right? Dat gaat gewoon niet gebeuren. Dus, maar je wil dit soort situaties wel voorkomen. Dus ook situaties die je van tevoren niet al aanzien komen. Dus in plaats van nou precies uitprogrammeren wat die AI doet, laten we hem gewoon een objective geven en zeggen van breng veilig mensen van A naar B. Dat is een objective, ja, right? Ja. En dan kan hij zelf, met zijn conceptuele redeneringsskills, met die GPT-3 variabelen die hij heeft geleerd, kan hij zeggen van, oh ja, weet je wat? Dus dat betekent dat ik ook maar beter niet in bergen kan vliegen, want dan zijn ze niet veilig. Gaan ze helemaal mee. Geweldig, hoeft het niet meer uit te programmeren. Doet hij zijn taak veel beter. Maar op het moment dat je hem dat als doel stelt, net zoals met die paperclipfabriek, misschien gaat hij een hele andere rare dingen verzinnen die we niet hadden kunnen voorzien. Misschien gaat hij dus... Dus hoe narrow maak je? Zoals, je weet nog, Ben, de voetbalrobot die zegt van, weet je wat? Als ik mijn tegenstander niet voor de voeten mag lopen, dan kan ik best buiten het veld gaan staan. Beste voorbeeld ooit. Precies, ja. Nee, want ja, dat is geweldig. Dat klopt. Veilig van A naar B, dat betekent dus de Mont Blanc, daar kom je nog overheen. Maar ik heb ooit eens een keertje een route naar China gevlogen. En toen viel me op dat we om de Himalaya heen vlogen. Ja. Dat begrijp ik wel, want die zijn zo hoog dat je op de normale vlieghoogte van een kilometer of 10. Dan dat is toch krap in het geval van de Himalaya. Ja. Dus daar gingen we omheen. Ja precies. Dat wil je misschien ook weer niet in alles. Nou goed, ingewikkeld. Maar dat soort afwegingen moet zo'n heel algemeen veilige routes uitdenkende AI dan wel gaan maken. Precies. En ik denk als op het moment dat je daarbij houdt en dat hij dus alleen maar... Je kan best wel constrainen wat die AI kan. Want als je namelijk alleen maar bijvoorbeeld de vliegtuig kan sturen, is dat het enige wat hij voor de rest van zijn leven gaat doen. Maar inderdaad, op het moment dat je de mogelijkheid geeft om zichzelf te veranderen, om zichzelf te verbeteren, dat is waar dus die super AI's gaan exploderen en dan opeens heel veel intelligenter gaan worden. En dat kunnen wij denk ik wel inperken. Ja, en uiteindelijk wil je ook altijd bij de stekker kunnen. Ja, ook gewoon een uitknop. Dat is ook wel een vrij makkelijke, precies. Een vrij makkelijke beperking is. Want voordat een AI in staat is om ons toegang tot de stekker te beletten,
Ja. Dan ben je al heel eind verder. Want dan moet hij dus ook echt fysieke mogelijkheden hebben. Klopt. En dat soort AI's gaan ook heel veel domme dingen doen. Dus we gaan het ook aanzien komen. Dus op een gegeven moment gaat zo'n AI... Pogingen die mislukken. Ja, pogingen die mislukken. Gaat fouten maken. Net zoals dat wij onderzoek doen en zo. Het is niet alsof het opeens de knop om mij is super intelligent. Hè? Dat duurt lang. Hij moet interacten met de wereld. Hij moet daarachter komen. Ja. En daarin ga je het zo zien. Ja. Nee. Mag ik ook nog andere vragen stellen? Nee. Oké. hoe zit het met weinig data? Kijk, nu zeg je data, algoritme. Dat hebben we al zo lang. En compute power. Ja. Je hoort steeds meer van, we hebben bijna geen data meer nodig. Kun je daar iets over vertellen wat daar de laatste stand van zaken is? Bijna geen data meer nodig? Nee, met minder data hebben we toch AI. Ja, en kijk, en dat haakt eigenlijk ook weer terug op wat ik zeg van wat nou echt nog de limitaties zijn. Want op het moment dat je namelijk logisch kan redeneren, hè, bijvoorbeeld als ik de deur open doe, dan kan ik er doorheen lopen of zo. Dat is een wij hoeven daar als mens maar één voorbeeldje van te zien om te weten van, oh ja, dit kan, dit werkt, right? AI-algoritmes, om op dat punt te komen, hebben ze miljarden hoeveelheid datapunten nodig. Dus langzamerhand willen wij dus, wat ik al zei, dus die continue ruimte waar je dus miljarden datapunten voor nodig hebt, in een meer discrete ruimte krijgen. En op het moment dat je dat hebt, je hebt die concepten, dan kan je met een paar voorbeelden kan je al leren. Ja. En dat kan namelijk in het logische domein kan het wel. Want in de logica, met een paar voorbeelden, kom je al heel ver. En op het moment dat we dus die link hebben gelegd, dan kunnen we ook AI beter met weinig data leren. Zero-shot learning of one-shot learning. Zero-shot learning is zeg maar dat je zo'n AI-algoritme, zonder dat je hem iets leert, al iets goeds doet. En dat doet zo'n GPT-algoritme ook soms. En one-shot learning is dat je hem één keer een voorbeeldje geeft en hij weet het. Nou, langzamerhand komen we op dat punt door betere algoritmes. En dan heb je inderdaad uiteindelijk minder data nodig om iets aan te leren. Je ziet het nu al met GPT-3. Mm-hmm. Dus hij heeft heel veel data nodig gehad om dat basisnetwerk te leren. Maar wil je hem dus die sentimentanalyse laten doen van zinnen, van is het een positieve zin of een negatieve zin, heeft hij er veel minder voorbeelden voor nodig dan algoritmes daarvoor. Dus dan zie je al dat hij al minder data nodig gaat hebben om die taak te leren. Ja. Ik heb zin om jullie een verhaal te vertellen. Ja, komt ie. Ja, kom op. Over onze kat. Ja, oh god. Dat is zo grappig. Onze kat heeft geleerd deuren open te doen die op een kier staan. Dat wil zeggen, hij heeft dat bij één voorbeeld geleerd. Daarom moet ik eraan denken. Ja. Dat is namelijk onze keukendeur. Dan staat hij voor de keukendeur. Dan is hij in de keuken, wil hij naar buiten, naar de hal. En heeft hij geleerd, als die deur op een kier staat, dan moet hij met zijn rechterpoot moet hij die deur naar links duwen. Ja. En dan gaat die deur een stukje open en dan kan hij er doorheen. Hengel. Deur open. Ja. Maar wat zag ik nou onlangs? Daar moest ik zo verschrikkelijk om lachen. Toen was de kat in de huiskamer. En wou die de andere kant op. Dat is aan de andere kant van de hal. En de deur van de huiskamer stond op een kier. Maar die is spiegelsymmetrisch. Dus hij stond voor een deur met rechts van hem. Die deur die op een kier is. De deur zelf. En links de deurpost. Ja. En hij pakt weer zijn rechterpoot. Ja. En gaat tegen de deurpost duwen om die naar links te krijgen. Ja. Dan werkt het voorbeeld niet. Precies. Ik denk dat de mens want de mens had de deur herkend. Weet je wel. Maar hij herkende dus niet de deur. Hij kon de deur van de deurpost niet onderscheiden. Ja, heel grappig. Ja, super. Ja. Hoe leert dan... Kijk, ik zou denken van... Oké, een AI ziet dat voorbeeld van die kat. Hoe die deur opent. Ja. Dat ook een beetje. Want heel veel van dus die reinforcement learning algoritmes die dus gebruikt worden die spelletjes te spelen. Mm-hmm. Die worden ook vaak geseed. Dus die krijgen als eerst menselijke voorbeelden te zien. Want die Dota 2 algoritmes die hebben ook geleerd op menselijke potjes eerst. Dan hebben ze al een beetje de structuur van hoe je een spelletje speelt. Dus die leren eigenlijk van mensen. En daarna gaan ze dus zichzelf verbeteren. Dus in de zekere zin kan je dat op die manier een beetje aanpakken. Maar heel vaak, en dat is nou ook een beetje het lastige van die algoritmes. En dat is ook om het zo brute force is. Dat er heel veel, eigenlijk wat ze doen is dat ze heel veel random dingen gaan doen. Dus we gaan gewoon random schaakzetten zetten. En dan kijken welke het beste uitkomt. Mm-hmm. Dat is waar het heel vaak begint. Maar er zit geen logische redenering in. Zoals een mens zou doen van, hey, ik ben met een potje aan het spelen. En weet je wat, als ik nou eens een keer ga proberen aanvallend aan te spelen of zo. Ja. Of ik ga gewoon een keer een stuk weggeven en kijken wat er gebeurt of zo. Ja. Dat soort dingen, dat doet zijn AI eigenlijk niet. Hij doet heel vaak random zetten. Ja. Maar omdat je dat heel vaak doet, kan hij toch best wel slimme dingen gaan doen. Dus bijvoorbeeld op een gegeven moment is er een AI-bot gemaakt die ging... Maar dat soort conceptueel denken van ik ga een stuk offeren, hè, zo heet zo'n schaker dat. Ja, precies. Ja. Ontstaat dat dan niet in de loop van dat proces? Ja, nu dus wel, omdat je gewoon heel vaak die zetten doet en heel vaak bordposities bekijkt en heel vaak maar random dingen probeert. Ja. Maar het idee van, hey, luister, ik wil eigenlijk eens een keer kijken of dit een goede strategie is. Een strategie formuleren, dat is best wel conceptueel. En dan het uittesten om te kijken of dat werkt. Dat is eigenlijk wat er nu bijna niet gebeurt. Dus het is niet heel actief wordt op die manier over nagedacht in dat algoritme. Niet op een conceptueel niveau. Juist. Maar random. Ja.
Maar daar kan je nog steeds hele slimme dingen uit krijgen. Want bijvoorbeeld er is ooit een keer een AI-algoritme dat ze geleerd hebben om een verstoppertje te spelen. En er waren twee mensen proberen iemand te vinden in een soort van 3D-setting. En twee probeerden zichzelf te verstoppen. En daar kreeg je heel grappig emerging behavior uit. Want ze hebben dus objecten erin gelegd. En op een gegeven moment hebben ze gewoon heeft die AI verzonnen dat je dus een kamer af kan sluiten met die objecten. Zodat ze de zoekers er niet meer doorheen konden. Dan konden ze nooit gevonden worden. Ja. Ja, dat is het. Ja, en dat is superleuk. Maar ja, hoe komt dat bijvoorbeeld met de robot? Ja. Ja. Ja, maar dat komt. Dus die AI-algoritmes die hebben eigenlijk niet verzonnen van: hey, dit concept van als ik mezelf opsluit en je komt niet meer bij me, dan kunnen ze me niet meer vinden. Dat hebben ze niet verzonnen. Het is gewoon randomly een keer hebben ze die zetten zo gedaan. En dan komt dit eruit. Ja. Dus gewoon miljarden keer proberen en dan gebeurt het wel een keer. Dat is een beetje het idee. Ja. Ja. Maar dat gaan we wel komen. Dat zeker. Ja. Afsluitende vragen. Ben, heb jij nog wat? Ja, ik wou over Qualcomm hoe het gaat, maar... Qualcomm? Ja, want daar werk je toch? Daar werk ik. Ja, ja, ik had het helemaal niet gezegd. Nee, maar hoe gaat het nou daar? Ja, super Ben. Het is echt heel erg leuk. Ja, ik ben zelf... Met jou gaat het misschien leuk, maar gaat het ook met Qualcomm goed? Met Qualcomm gaat het geweldig. Ja, je kan niet altijd zeggen, want anders worden ze boos op je. Ja, maar je moet eens naar de beurskoers kijken. Dat is echt... jij zit alleen maar naar je opties te kijken natuurlijk. Dat gaat prima. Nee, Qualcomm gaat heel goed. Het gaat erom dat ze natuurlijk inhoudelijk technologisch mee kunnen komen. En daar zijn best wel uit... Ja, dan gaan we het over chips weer hebben. Maar ik neem aan dat Qualcomm gewoon mee profiteert van op dit moment de technologie-hoos. De technologie-hoos is huge. Die Qualcomm zou heel gaan diversificeren. Dus we maken eigenlijk ook chips en telefoons. Ja. Nou ja, wat je dus ziet is dat er eigenlijk... we gaan ook de IoT-business zitten we in. We zitten in de cloud space tegenwoordig. We zitten in laptops en computers met veel meer power-efficiënte chips. Maar waarin verdwijnt dan die AI die jij ontwikkelt? Nou ja, die AI-algoritmes, die worden dus natuurlijk gedraaid op die chips. Ja, dat is zo gaaf. Want elke mobiele telefoon, elke IoT-device, elke computer wil AI gaan draaien. Heeft tegenwoordig die AI? Ja, en die heeft die AI. In die Edge, dat was aflevering 100 die we hebben gemaakt. En we 150 die we hebben gemaakt. Ja, precies. Ja, en dat is dus ook waar natuurlijk Qualcomm in zit. Dus die AI-algoritmes, en daar werk ik aan, die worden gedraaid op die devices. Veel meer power constraint. Ja, maar om wat te doen precies? Van alles en nog wat. Van bijvoorbeeld kleine chips die boodschappen tellen in een schap. En het aantal dozen in een magazijn tellen. Tot aan chips voor zelfrijdende auto's. Omdat die natuurlijk AI nodig hebben. Ja, tot aan chips die dus in drones zitten. Volgens mij is er zelfs een Qualcomm chip geweest die nu op Mars is geland. In de Mars rover. Oh. Dus ja, die chips zitten overal in. En draaien allemaal AI. Ja. Ja. Ja, en dat is dus dat die data heb je vorige keer uitgelegd, 150, dat is al gedraaid wat je zei. Hij weet dat al en dan herkent hij het. Dat is toch dus omdat het op die chip zit. Ja, dus de AI-algoritmes worden eigenlijk nog vaak getraind op die Nvidia-machines. Hè, die grote, dikke GPU's. Ja, is dat duurt heel lang, dat trainen. Heel veel rekenkracht, heel veel moeite. En dan, als het helemaal getraind is, kan je het relatief snel draaien op een Edge device. Aha. Precies. Ja. Zo doen we dat. En in de toekomst gaan we ook nog die Edge devices laten leren. Maar dat is voor de toekomst. Oké, dat is voor over 4 jaar dan. Ja, precies. Ja. Wow. Geweldig. Mooi afsluiten, Herbert. Ja, ja. Ja, we moeten een keer een punt aan draaien. Oké. Okay. Tijmen, top. Dankjewel. Ja, superleuk. Leuk. Ben, bedankt. Ja, jij ook, Herbert. Luisteraars, bedankt. En tot de volgende. Technoloog. Technoloog. Dag. Oké. Okay. Yeah.